Het bedrijf AMP is actief in de distributie van dagbladen en magazines. Ze opereren vanuit The Crescent in Anderlecht. Sinds anderhalf jaar huren ze er 3000 vierkante meter kantoorruimte voor 180 werknemers. On a rencontré Lise Invest et on a discuté effectivement de notre implantation ici. Ils ont pris en considération l'ensemble de nos besoins et ils nous apportent effectivement beaucoup de services. Puisque dans le cadre d'un business center, c'est vrai qu'au-delà d'une simple relation de propriétaire, vous avez surtout une relation avec un prestataire de service. Et je peux dire que Lise Invest répond à l'ensemble de nos besoins aujourd'hui. Voor de link tussen de eigenaar van het gebouw en de huurders zorgt de property manager. Property management is eigenlijk de link tussen een eigenaar en een gebruiker van een gebouw. En de property manager zal erop toezien dat de contractuele verbintenissen tussen beide worden nageleefd. Als een nieuwe huurder in een gebouw trekt, dan zal de property manager ervoor zorgen dat het gebouw of de locatie aangepast wordt aan de specifieke noden van die huurder. In kantoren zal dat dan meestal gaan over inrichtingen. In semi-industrieel vastgoed gaat dat om aanpassing van technische installaties om bepaalde machines te kunnen installeren. Dans le cadre de l'occupation de ce business center, nous ne sommes pas simplement qu'un simple locataire, nous sommes Lise Invest nous apporte un service complet qui va de l'accueil jusqu'à l'organisation d'événements, en passant par exemple par la gestion de salles de réunion, des services par exemple d'auditorium, de gestion du courrier, et même la gestion de notre salle informatique. Donc c'est un ensemble de services complets de qualité et qui nous permet à nous de nous reposer sur un partenaire efficace à ce niveau-là. De relatie met de gebruikers van een gebouw is een belangrijke taak voor elke property manager. Een online helpdesk is daarbij een handige tool. Dans le cadre du partenariat qui nous lie avec Lise Invest, il se trouve que nous avons une personne qui centralise un petit peu l'ensemble des besoins et nous appelons un helpdesk de Lise Invest qui y envoie des équipes dédiées. Cela va de la gestion de l'éclairage jusqu'à l'organisation d'événements ou la prise en charge de certaines prestations. De helpdesk die staat eigenlijk permanent ter beschikking en zorgt voor een opvolging van alle aanvragen van de huurder. Aanvragen worden gelogd en regelmatige feedback wordt ook gegeven, zodat de huurder op de hoogte blijft van de status van zijn aanvraag. Een gebouw heeft nood aan een goed property management, het gebouw en de huurders, zodat alle day-to-day activiteiten vlot zouden kunnen verlopen en zodat zowel de eigenaar als de huurder voldoende informatie ook krijgen over hun gebruik van hun gebouw.